Goedemorgen. Het is 5 uur en we gaan nu hardlopen. Zin in. Het enige nadeel is, ik heb echt bijna niet geslapen, want ik ging de hele tijd denken, ik weet niet. Maar ik kon niet slapen omdat ik het gewoon spannend vind, denk ik. En nu staat mijn vriend zo naar me te kijken en heb ik ook geen zin in, dus ik vertel het later wel. Tijdens de helweek ben je genadeloos voor jezelf. Deze 7 dagen kunnen je leven veranderen. En dat geldt niet alleen maar voor training en voeding, maar juist voor de mental training die je krijgt door middel van het lezen van dit boek. En jezelf goed voorbereiden. Het draait allemaal om je doelen stellen, om tijdindeling, om rust nemen, maar ook om keihard ergens voor te werken. Dit is echt het allerbeste wat ik heb gedaan in de afgelopen tijd om mijzelf echt helemaal te motiveren en er weer even heel erg goed voor te gaan. Het heeft mij weer even leren plannen en ik kan nu alle excuses weer even van me afschudden dat ik zogenaamd geen tijd zou hebben om te gaan trainen. Als je het maar goed inplant, kun je altijd tijd hiervoor maken. Toch super blij dat ik ben gegaan. Echt vol gas gegeven. Soms kon ik echt even niet meer. Maar dan dacht ik, kom op, het is helweek. Je moet er nog even 1 herhaling bij doen of 1 stukje gewicht bij doen. Dat is wel cool, dat lukt je dan. En daarna heb je toch weer echt zo'n voldaan gevoel. Dus nu snel, helaas geen tijd om te douchen. Snel mijn meisje ophalen, lekker op de fiets. Dus dat is ook wel lekker. Mooi weer. Ik mag geen tv kijken en mama ook niet. Iedereen mag dat niet. Geen telefoon. Hij is thuis gewoon. Oh, goed zo. Omdat vorige week de vraag was gekomen hoe je dat nou doet als je eten wilt meenemen voor onderweg. Nou, maak iets gezonds. Maak extra lekker veel. En koop een heleboel Tupperware bakjes. Stop het daarin en zet er een paar in de koelkast of een paar in de vriezer. Ook voor tussendoortjes kan je al veel dingen van tevoren maken, zoals dit bananenbrood. Dat is havermout met banaan en ei. Helemaal door elkaar heen gestampt. Je kunt er ook nog wat nootjes door doen. En dan eventjes in de oven. En dan heb je een hele lekkere koek die je in stukjes kunt snijden. En een paar dagen overal heen kunt meenemen als tussendoortje. Want onderweg een broodje gezond vinden is niet echt een hele gezonde oplossing. Dit noemen ze nou een broodje gezond. Ja, ja. Heel gezond, Bart. Heel gezond. Ja, die ham is niet zo best, maar verder. Wit brood. De volgende vraag die ik afgelopen week kreeg ging jawel weer over eiwitshakes. Deze meid die vroeg zich af of zij 's avonds ook nog een eiwitshake moest nemen, terwijl ze eigenlijk wel graag vetpercentage wilt verliezen. Nou, dat ligt helemaal aan de trainingen die jij doet. Als je echt graag spieropbouw wilt, dus je wilt echt grotere spieren krijgen, dan moet je eigenlijk om de 3 uur iets met eiwitten nemen. Voordat je gaat slapen is dan wel een belangrijke shake die ik toch wel echt zou aanraden. Let gewoon even op hoeveel calorieën erin zitten. Zoek er misschien eentje uit met zo min mogelijk suiker. Zo, je zal het niet zeggen met dit licht, maar het is 9 uur. Lekker! Dus over een uurtje om 10 uur kan ik echt wel goed slapen. Daar heb ik ook echt heel erg veel zin in.
Ik ga nu het laatste uurtje nog even snel de planning maken voor morgen. En morgen staat in het kader van time management. Dus dat vind ik al heel interessant. Ik ben wel erg tevreden over deze dag. Ondanks al het gedoe vanochtend met de deur die dicht zat, heb ik toch redelijk wat werk kunnen doen. Al mijn afspraken uiteindelijk toch nog gedaan. De verplichtingen voor Jola gedaan. Gezond gegeten, getraind 2 keer. Dus al met al is het een goede dag geweest. En waarbij ik heel veel bewust positief ben geweest. Heb geholpen bij zoveel mogelijk mensen waar ik kon. En dat gaf mij een heel goed gevoel. Tot morgenochtend. Ik ben moe. Ik ook. En het is net. Het is nog niet eens 00:30. 00:30 s'nachts. We zitten. We moeten in totaal 41 uur wakker worden. We zitten nog niet eens op de helft. Wat was ook weer de reden dat we dit deden? Ik ga vandaag squats doen. De squat.